En toen ik terugkwam van die klus, dacht ik van, volgens mij moet ik gewoon zelf iets gaan doen, maar ik wist ook niet precies wat. En toen zag ik een film op televisie van Robert Gardner, een Amerikaanse filmmaker. En die film heet The Forest of Bliss. En dat is een film die speelt zich af in India. In die stad waar, heb ik even de naam van dat stadje kwijt, maar waar alle doden in de rivier gegooid worden. Die film heeft me toen helemaal ondersteboven gezet. Toen dacht ik echt van, Jezus, als je zo kunt filmen, dat is echt bijzonder. En toen is er van alles gaan malen en gaan ratelen en in mijn hoofd. En kort daarop maakte ik een reis naar Spanje, waarbij ik bij mijn oma op bezoek ging. En toen is eigenlijk dat hele idee ontstaan om mijn eerste film te maken over stierenvechten. Een grote documentaire. Ik had er eigenlijk nog nooit één gemaakt. En dat werd wel allemaal getriggerd door eigenlijk dat het fout was gegaan voor mijn gevoel inhoudelijk met die film in Afrika. En die film die ik op de televisie zag in Nederland. Dat ik echt op het puntje van mijn stoel zat van, zo kan je dus ook een film maken. Er bestaan gewoon documentaires waarbij je niet de hele tijd een voice-over hoort die vertelt wat we zien. Ja, ja. En waar iemand niet de hele tijd geïnterviewd wordt, maar dat je gewoon als kijker eigenlijk zelf de puzzel mag oplossen. Nu, 20 jaar later, ben ik dus 40, is zij 60, plus minus, iets meer, iets ouder. En ik zag het een beetje ook als mijn plicht. Ik bedoel, om een document over mijn moeder te maken. Een echt document waarvan ik denk, dit is de essentie, dit is wat Dora is en als ze er niet meer is, wat Dora was. Dat ik laat me inspireren door Sevilla, maar ik bedoel, nou bijvoorbeeld. Ik heb zoveel meer gedaan dan dat. Weet ja, je? Nee, god, maar ik kan toch niet alles erin. Ik wilde laten zien hoe haar veelzijdigheid, haar luchtigheid en tegelijkertijd ook haar zwaarheid, dus hoe zij als mens in staat is om zich staande te houden in een, laten we zeggen, vreemde maatschappij. Ze is uit Spanje als een jonge vrouw van nog geen 20 naar Nederland gekomen. Íbamos por tiendas, qué sé yo, a comprar algo. Y, bueno, en España siempre un niño es el rey, ¿no? En España todo es nena, reina, guapa, ¿qué quieres? Ay, qué niña más guapa. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, aquí era una cosa tan fría. Ze zich in 40 jaar tijd tot een heuse Rotterdammer heeft ontwikkeld, zeg maar. En hoe ze gevochten heeft als iedere, net als iedere emigrant. Dat is één kant. Maar ook hoe zij als kunstenaar haar, alles wat haar omgeeft en alles wat ze om zich heen verzamelt en alles wat ieder mens om zich heen heeft, zoals vrienden of familie of liefdes, brieven, muziek, gedichten, literatuur, films, alles wat je om je heen verzamelt in je hoofd ook, hoe zij dat omzet en transformeert naar haar werk, naar haar kunst. Dus eigenlijk wilde ik een film maken waarbij ik met een denkbeeldige camera eigenlijk haar hoofd inga en haar hersenen film en hoe dat functioneert. Waarom dat kopje wat ze dan op de markt gekocht heeft en wat dan een plaatsje krijgt in haar vitrine. En vervolgens is dat ene kopje een schilderij geworden. Mi vida es hoy errante y angustiada. En het is flexibel zijn, dus je bent heel erg gefocust om een bepaald iets te draaien en vervolgens gebeurt er heel iets anders. En om dat dan te erkennen, om te zien van dit is eigenlijk veel interessanter dan wat ik in mijn hoofd had. Dus er zitten heel veel scènes in de film die ik nooit bedacht heb. Pero no tengo pan. ¿Tú tienes pan? Hay que ir a comprar. Esta era la famosa entrevista y mujeres. No, pues. Thank you.
seal of prophecy. Everyone must choose universal blues, universal blues, universal blues. Ja, we zijn allemaal gewoon mensen, we moeten allemaal GHB betalen en boodschappen doen en naar school en naar het ziekenhuis of naar alles wat iedereen moet doen. En er zijn een paar mensen die bereiken iets anders, die bereiken iets hogers. Die kunnen mensen laten huilen doordat ze kunnen zingen of dansen of in haar geval schilderijen maken die heel erg ontroerend zijn.